Yo mensen, ook een nieuwe video. Hupke Floris en vandaag spelen wij weer Clash Royale. Laat die like achter, we gaan voor de 500 likes. En bij de 500 likes komt er ook gewoon een nieuwe Clash Royale video. Maar vandaag ga ik jullie de nieuwe kaart laten zien op Clash Royale. En ik denk dat dit wel de beste nieuwe kaart ooit is. Ik vind hem in ieder geval heel erg goed. Ik zit op mijn account en ik ga even laten zien welke kaart het is. Het is de Mother Witch en hij is available soon. En als we even helemaal naar beneden gaan, kunnen we hem alsnog niet zien. maar hier kunnen we wel zien. Try the Mother Witch. De moederheks. En hij is gewoon heel erg sterk. Is heel erg sterk. Ik heb al één potje ermee gespeeld. En als je hem goed gebruikt, dan is dit wel een goede kaart, jongens. Dan is dit echt wel een goede kaart. Ik denk zelfs dus een van de beste kaarten die de laatste tijd uitgekomen is. Want als je gewoon dit gaat doen en je gaat gewoon bij level, dan krijg je natuurlijk een beetje de nieuwe kaarten onderin. En die Electro Spirit, ja, dat was wel een goede kaart. Maar het was niet speciaal. Ik up hem even naar level 9. Het was niet speciaal. Deze Electro Giant, slecht. Goblin Giant, matig. Weet je, clone, matig. Dat zijn allemaal nieuwe kaarten die uitgekomen zijn, die allemaal gewoon matig zijn. Royal Recruits, matig, weet je. Het is allemaal niet je van het. Het is allemaal niet het beste. Maar deze Mother Witch is echt heel erg sterk. En ik ga het gewoon laten zien in dit potje. Maar voordat ik het laat zien, ga ik even wat ladder rewards verzamelen. Het zijn er niet al te veel, want ik ben niet heel hoog gepusht. Ik speel de laatste tijd eigenlijk alleen maar Clan War. Dat vind ik gewoon het leukste op Clash Royale op dit moment. Dus ja, ik speel niet heel veel ladder meer. Maar we kunnen wel even deze rewards gaan verzamelen. Pakken we deze, want dan krijgen we nog extra starpoints. Mensen vroegen natuurlijk af, wanneer ga jij starpoints uitgeven? Want je hebt echt heel veel sterpunten. Wil ik wel binnenkort doen, maar ik weet, dit is wel weer jammer trouwens, een Sparky. Ik weet niet zo precies aan welke kaarten ik dat wil doen. Maar ik heb op dit moment echt 120.000 sterrenpunten. Wij gaan een potje doen. Ik ben heel erg benieuwd of we dus die Mother Witch kunnen krijgen. Het is zo'n goede kaart. Ik heb er al een potje mee gespeeld. Dat kon je ook zien, want ik had al één win. Omdat ik het dus wou testen. Maar ik hoop dat we nu die Mother Witch... Let's go. We kunnen de Mother Witch krijgen. Let's go, let's go, let's go. We hebben de Mother Witch. En jullie gaan zien waarom deze Mother Witch dus zo goed is. En de Mother Witch is voornamelijk sterk tegen veel troepen. Dus bijvoorbeeld een Skarmie. Want elke keer als de Mother Witch een troep kilt, spant er een Royal Hawk. De Royal Hawk, het is een Royal Hawk, zeg maar. Het is niet helemaal hetzelfde als een Royal Hawk. Hij heeft wat minder helft als een Royal Hawk. Volgens mij doet hij dezelfde damage. En ik weet niet precies hoe die Royal Hawk heet. Oké, dit ga je nu zien. Dit is genieten. Let op, jongens. Let op hoe erg genieten dit is. Elke keer als er een Skelly neergaat, komt er een nieuwe Royal Hawk. Hoppatee, twee Skellies al. Helaas is ze wel heel erg traag. Maar elke keer als ze dus iets kilt, komt er dus een hok. Het is echt niet normaal. Hoppatee, nog een hok. Hoppatee, nog een hok. Hoppatee, nog een hok. Daarom is ze ook heel erg sterk tegen Graveyard. Want ze blijft maar hok spammen. Het is echt niet normaal. En wat het lekker is aan die hok, is dat het ook tankt voor de Mother Witch. Want je kan het ook soort van zien als een Ice Golem. Nu helaas is de Royal Hawk voor de Mother Witch gekomen. Of nee, die is later dan de Mother Witch gekomen. Dus dat was eventjes jammer. Maar het is echt een ontzettend goede kaart. Al zeg ik het zelf. Het is echt een ontzettend goede kaart. Ik moet hier even de Battle Healer gebruiken. Helaas, die Ice Golem ging te snel. En die Cannon Card zou niet meer... Zou niet meer naar de andere kant gaan. Dus daardoor moest ik even ingrijpen. Maar het is heel erg nice dat de tegenstander van ons een Skarmie heeft. Want door die Skarmie kunnen wij gewoon super veel rocks gebruiken als wij daar de Mother Witch voor gebruiken. Dus dit komt allemaal goed, jongens. En je ziet het vanzelf wel. Je zag het net ook al hoe sterk die Mother Witch wel niet is. Het is echt een ontzettend sterke kaart. Kan ik de Ice Golem nog voor krijgen? Ja, dat kan ik. En dan komen we nu met de Graveyard. Ja, dit is een easy potje. Dit is een easy potje. De tegenstander laat mij een soort van gewoon winnen. Oh nee, laat me nog niet helemaal winnen. Hij laat me toch niet helemaal winnen. En daar kunnen we even kijken of we hier voor de 3 crown kunnen gaan. Ik denk niet dat het genoeg is. Nee, en hij laat me niet helemaal winnen. Het leek er even op dat hij mij liet winnen, maar toch helaas niet. Dan wachten we even tot we 10 elixir hebben en dan komen we gewoon weer met de Mother Witch. Het is de Mother Witch video, dus ik moet de Mother Witch ook echt wel gaan gebruiken. Ik accepteer de damage die we hier een beetje gaan krijgen waarschijnlijk. Maar ik denk dat we hier een hele zieke counterpush van kunnen maken. Gelukkig zijn de archers ook nog levend. We hebben hier gewoon een tweede Mother Witch staan. Let's go. Dan kunnen we straks ook de tweede Battle Healer doen. Die moet ik wat hoger droppen, want anders kan hij heel veel value krijgen uit zijn Royal Delivery. Dus daar moeten wij voor oppassen.
Let's go. Oké, we moeten dit arrowen. Ook al komen er heel veel hooks nu, wil ik het voor de zekerheid toch even arrowen. Let's go. Daar komen de witch. En we hebben bijna een derde moeder witch. We hebben bijna... Ah, jammer. Daar ging mijn eerste dood. Jammer, jammer, jammer. Maar dit is sowieso een 3-crown. Dus nu zie je gewoon de kracht. Battle Healer, moeder witch kan trouwens ook nog een hele sterke combo zijn. Dat kan nog wel een hele sterke combo zijn. Battle Healer, moeder witch. Zieke combo. Wij gaan gewoon lekker door naar het volgende potje. Natuurlijk zit ik hier nog in de, ja, de 2 moeder witch challenge. Je hebt hierna nog een andere moeder witch challenge. Waar je echt de moeder witch kan krijgen. Als kaart. Maar, oh, we hebben weer de moeder witch. Let's go. Je kan die dus echt krijgen als kaart. Maar ja, ik wou toch gewoon even gelijk met jullie laten zien hoe deze challenge is. Hoe de moeder witch is. En ik wou niet al te veel potjes van tevoren spelen. Ik wil ook aan jullie een beetje laten zien hoe ik er dus mee speel. En ja, gewoon mijn eerste indruk er ook van. Niet dat ik al 5 of 6, 7 potjes ermee gespeeld heb. Ik had letterlijk nog maar 1 potje met de moeder witch gespeeld voor deze video. Wij doen de Rascal Girls, of de Rascals, even in de back. Ik ga even kijken en eventjes hopen dat de tegenstander weer een skarm heeft. We gaan nou sowieso de moeder witch even droppen hier. Zodat wij, als het goed is, ja, in ieder geval 1 hok krijgen. Let's go. Dat is super nice. Gewoon even een hok als tankje. Dan, ja, dus dit wel eventjes jammer. Want die bomber die gaat hier even flinke damage op doen. Hopelijk kan die moeder witch nog even de bomber killen. Ja, nog 1 hitje, nog 1 hitje. Oh, nog 1 hitje zelfs. Zo, dat is niet al te veel damage. Kom ik nu even met mijn barbaren. Ik had eigenlijk de fisherman moeten gebruiken. Want had ik mijn kingtor hier kunnen activeren. Maar ik dacht even niet snel genoeg na. Dus dat is even jammer. We gaan hier gelukkig wel een goede kaartenpush van maken. We komen met de skeleton barrel aan de linkerkant. Zodat hij niet zieke splash kan gebruiken. Dan pakken we de fisherman om die bomtoren niet af te leiden. Want die is net ver weg. Dat doet hij goed. Dat doet hij goed. Dat doet hij goed. We doen gelukkig wel damage met de skeleton barrel daar aan de linkerkant. En die fisherman die beschermt nu ook een beetje de prinses. Dus dat is ook prima. Helaas gaat daar wel mijn prinses neer. En dan komen wij met de barbarian barrel op de bomber. Gaan we 2 hits doen als hij dat niet aanpakt. Hij pakt het wel aan. Maar wij gebruiken nu de Mother Witch, want die natuurlijk veel kills gaat pakken. Weg goblin, nieuwe hok. Weg goblin, nieuwe hok. Weg goblin, nieuwe hok. Weg goblin, nieuwe hok. 4 hoks. En je hebt dus eigenlijk nu voor 4 elixir heb je een soort rode hoks push. En je hebt ook nog eens de Mother Witch erachteraan. Het is echt niet normaal hoe goed deze kaart kan zijn als je het op de juiste manier gebruikt. Als je het op de juiste manier gebruikt, is dit echt zo'n ontzettend OP'e kaart. Ik denk niet dat ik de fisherman hier goed gebruikt heb. Volgens mij... Oh ja, ik heb hem wel goed gebruikt. Let's go. Dan is de King Toren nu geactiveerd. Wat nu ook nadat je is, is dat die flying machine op mijn toren zit. Ik zag die flying machine helemaal niet aankomen. Heel erg jammer. Dus dat is flink damage. Gelukkig hebben we weer 3 rode hawks die weer in de aanval gaan. Het is echt niet normaal. Het is echt niet normaal hoe sterk deze, ja, deze kaart is het. Ik vind het echt een van de sterkste kaarten die ik tot nu toe gezien heb. Je moet natuurlijk als tegenstander wel rekening mee houden. En goede tegenstanders zullen er wel rekening mee houden als jij een Moeder Witch op je bord hebt staan. Dat ze niet een troep als Skarmie gebruiken. Want ja, dan komen er, dan blijven er maar nieuwe troepen komen. En ook om de Moeder Witch te stoppen zullen ze niet Goblin Gang bijvoorbeeld gebruiken, maar eerder een Mega Minion of iets dat wat meer levens heeft, wat meer damage doet en niet heel veel troepen zijn. Maar ja, tegen slechte spelers, die weten dit allemaal nog niet. Dus daarmee kan je ze gewoon ziek ownen als je met de Moeder Witch speelt. Maar wij gaan gewoon lekker door, doen gewoon nog lekker nog een potje. We gaan gewoon hopen dat wij nu de Moeder Witch krijgen, want dan kunnen we tegen Skarmie spelen. Ah, helaas. Helaas, helaas, helaas. We hebben niet de Moeder Witch. Wat ik ga doen is Valkyrie. We hebben nu allemaal troepen die, zeg maar, 1 troepen zijn, dus dat maakt niet heel veel uit als die moeder witch je killt. En misschien heeft hij de moeder witch wel aan mij gegeven, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee, heeft hij niet gedaan, waarschijnlijk. We hebben nog wel een kans, want we hebben zeppies van hem gekregen, royal hawks van hem gekregen. Maar er zijn nog 2... Oh, daar is de moeder witch al. Oké. Dus wat wij nu moeten doen is slim zijn. Wij moeten slim zijn. En wat wij gaan doen is die moeder witch dus stoppen met niet de zeppies. Want elke keer als de zeppies gekillt worden, dan spant er een nieuwe rode hok. En op haar zelf is die moeder witch helemaal niet zo sterk. Op haar zelf is die moeder witch helemaal niet zo sterk. Dus als je gewoon slim verdedigt, is het helemaal niet zo'n goede kaart. Maar als je het niet slim verdedigt, kan je echt in grote, grote problemen komen. En tegen graveyard is het een goede kaart. Ik twijfel even hier of ik hier de zeppies voor wil gebruiken. Maar ik ga het toch voor de zekerheid maar doen. En moet je kijken, de linkerkant. We hebben flinke damage genomen op de linkerkant. Met die Lumberjack Electro Wizard Push. En de Bandit heeft ook flinke damage genomen aan de rechterkant. Daar komt weer de Moeder Witch eraan. En dit is eigenlijk wel goed dat wij nu tegen de Moeder Witch spelen. Want nu kan ik laten zien hoe je tegen de Moeder Witch het beste kan spelen. Je kan dus het beste verdedigen met single target dingen. Zoals dus bijvoorbeeld, of single target dingen, met gewoon 1 troep
Zoals bijvoorbeeld dus deze Valkyrie. Wat wij nu gaan doen is split damage, want hij heeft de wizard in cycle. En daar moeten wij voor oppassen. Ik denk dat hij de wizard links gaat droppen. Maar hij heeft nu op dit moment helemaal geen elixir om de wizard te droppen. Dan doen wij de electro wizard hier tegen. Let's go. En laat ik dit voor de rest... Nee, weet je, doe gewoon Ice Golem. We gaan gewoon even die druk een beetje hoog zetten. Hij wil Skarmy, maar misschien laat hij het gaan. Hij laat het gaan. We hebben dit potje rond. Dan ben ik zo weer terug bij het volgende potje. We hebben deze challenge nu voltooid. En kunnen nu doorgaan naar de echte challenge. De Mother Witch Draft Challenge. En ja, daar moet je dus 9 wins verhalen. En dan krijg je 10k. Je krijgt hier de Night Witch. Je krijgt hier 5k. Hier bij 6 wins krijg je de Moeder Witch. Maar je krijgt er helaas maar eentje. Dus ja, dan heb je er maar eentje. Heb je in principe niet heel veel aan. Laten we even hopen dat we nu weer met de Mother Witch kunnen gaan spelen. Let's go, let's go, let's go. En dan pakken wij hier de Archers. Ik denk dat we nog 2 potjes doen voor deze video. Dus dit potje en daarna nog 1 potje. Dan is het best wel een lange Clash Royale video geworden. Maar ik denk dat jullie dat niet al te erg vinden. Want de mensen die deze video's kijken vinden het ook gewoon tof. Die houden van Clash Royale. Dus laat die support achter door middel van een leuke comment. Door middel van een like. Wat je ook maar wil. Maar we gaan even kijken of we dit potje kunnen winnen. Hij zegt good luck. Nou, dan zeg ik gewoon good luck terug. Let's go. Dan beginnen we met de Goblin Cage in het midden. En dan begint hij met de Witch. En ook de Witch is niet sterk tegen de Mother Witch. Want wij kunnen elke keer als die Skelly doodgaat, dan... Ja, oh ja, nee, we gaan gewoon de Firecracker doen. Ik wil gewoon niet poisonen. Ook al is dit een heerlijke poison, wil ik het niet poisonen. Want ik wil gewoon al die Royal Hawks krijgen. Dus door elke kill... Ah, misschien hadden we toch moeten poisonen. Misschien was poisonen toch iets beter geweest. Want mijn Mother Witch is helaas gestorven. Ik heb wel het gevoel dat hij niet al te veel elixir heeft. Want ja, dat was best wel een dure push van hem. Dus daarom komen wij nu met de Goblin Giant. Kijken of we hem kunnen afstraffen. Maar dat kunnen we helaas niet. En we kunnen wel het King Toren activeren. Een mooie placement van zijn Cannon Card daar. Dat doet hij goed. Dat doet hij heel erg goed. En dan staan we wel voor. Maar we hebben een King Toren Activation op onze broek hangen. En we spelen met Miner. Wat dus niet zo lekker is om dus tegen een King Toren Activation te spelen met je Miner. Dus dat is niet zo best. Kijken of hij weet dat we hem op die plek droppen. Nee. Laten we het dan nu wel poisonen. Oké, we wachten weer. We gaan gewoon weer even kijken of we iets met die Mother Witch kunnen verrichten. Of we die Skellies kunnen killen met die Mother Witch. En anders komen we gewoon met de poison als hij weer met zijn Fly Machine komt. Want die Fly Machine is wel partij vervelend. Laten we hier even de Ice Golem droppen. Let's go, en daar komen alle hawks. Of alle hawks, ja, daar komen alle hawks. Let's go, daar komen alle hawks. Kijk, al die skellies. Ai, ai, ai. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dit gaan we poisonen. Dan hebben we die flying machine te pakken. Let's go, nog een hockey, nog een hockey. Kom maar binnen met al die hockeys. Nice, flying machine is neer. Heerlijk, jongens. Dit is echt top. Dit is precies wat je wil zien. Dit is precies wat je wil zien. Die cannon card is dood. Het valt trouwens nog best wel mee hoeveel damage we deden. Ik dacht echt dat we die toren zouden pakken met die push. Maar die hawks hebben echt niet zo heel veel levens. Ik ga na dit potje even kijken hoeveel levens die hawks hebben. Oké, dan komen we nu met de Goblin Giant. Laten we daar achter een Mother Witch doen. Ik denk dat het wel een hele goede kaart is om erachter te zetten. En dan laten we de Miner hierop droppen. En let's go, die bats zijn niet een goed antwoord voor onze Mother Witch. Laten we dit alsnog poisonen, ondanks dus al die skellies en al die kleine troepen die de Mother Witch kan gebruiken. Denk ik toch dat het wel handig is om lekker te gaan poisonen. Hoppatee, komt er gewoon dan nog eventjes een hokker bij. En dan gaat nu helaas mijn Firecracker dood, maar we zitten nu op dit moment op 10 elixir. Dus we hebben alle tijd om hier rustig, ja, om dit rustig te verdedigen. Ik drop wel even een Ice Golem hier, anders gaan die bats te veel damage doen. Let's go. En hij blijft die bats gooien op mijn Mother Witch. Het is gewoon niet handig, of in mijn Mother Witch. Het is gewoon niet handig. Het is simpelweg gewoon niet handig. Droppen we nu de Goblin Giant hiervoor. Let's go. Hij zich al wel played. Hij weet al dat het, ja, dat het GG is. Hij weet al dat hij de lul is. En dan kunnen we nog eventjes, ja, kunnen we nog even kijken. Nee, we kunnen het sowieso niet meer 3 kronen. Wel weer een tweede Mother Witch alweer neer. Dus dat is super mooi. En dan doen we nog eventjes het allerlaatste potje hiernaast. En we gaan even kijken hoeveel het verschilt dus met de Royal Hawks en de Mother Witch. We gaan even kijken hoe groot dat verschil nou eigenlijk is. Zijn ze veel slechter of valt het allemaal wel mee? Available soon, dat is wel vervelend. Kan ik hem hier al zien? Kan ik hem hier al zien? Nee, ik kan hem ook helemaal niet zien. Dat is jammer, dus we kunnen niet het verschil helemaal gaan checken. Maar als ik er zo een beetje naar kijk, dan lijkt het dus dat de Royal Hawks wat meer levens hebben. En misschien wat meer damage doen. Daar heb ik niet heel veel op gelet, als ik eerlijk ben. Pakken we de minions. Hopelijk kunnen we het laatste potje met de Mother Witch spelen. Musketeer en nee. Helaas kunnen we dat niet. Pakken we hier de Skeleton Barrel. Hebben we de best wel goede 4 eerste kaarten. Dat zijn 4 eerste kaarten waar ik wel wat mee kan. We gaan even kijken. Hebben we de Mother Witch gekregen? Nee, waarschijnlijk niet. Want we hebben de Tesla gekregen. Lavahond en Executioner.
Natuurlijk krijgen we nog één kaart van de tegenstander. En dat is de Rocket. Oké, dus hij speelt met de Mother Witch. Maar misschien is dat wel goed. Kunnen jullie nog even een potje bekijken hoe je dus tegen de Mother Witch speelt. Laten we gewoon de Lavon doen. Laten we gewoon lekker de Lavon doen. Want ik wil eigenlijk niet die andere kaarten gebruiken. Droppen wij de Executioner hier. Dan gaan die E-Barbs wel wat damage doen. Maar dan hebben wij hier een prima counterpush. Slechte Executioner van mij. Want, oh nee, valt mee. Ik wou zeggen, want hij doet niet damage op beide. Dit is wel flink. Ik had iets minder verwacht. Doe hier de musketier om even die babydraak zo snel mogelijk uit te schakelen. En drop ik een Skeleton Bear aan de andere kant. Waarom aan de andere kant? Dat doe ik om een beetje die druk te zetten. Hij moet nu sowieso minimaal 2 elixir gebruiken aan de rechterkant. Om alle damage tegen te gaan. Hij gebruikt 1 elixir, dus dat doet hij goed. Maar dat doen we alsnog eventjes 500 damage aan die andere kant. En we hebben die ene toren ook binnen. Dus dat is super nice. Die pups zijn wel weer een beetje vervelend. Want, Tesla. Ik ben te laat, hè? Ja, ik ben te laat. Toren weg. Ik had die Tesla niet moeten droppen. Ik had moeten accepteren dat mijn toren wegging. En moet je kijken naar al die rode hoks die nu die Witch spant. Dat doet ze heel erg goed. Dat komt natuurlijk door die lava pups. Ik denk dat ik dit gewoon laat gaan. Ik denk niet dat ik iets gebruik om dit te defenden. Puur omdat we ten eerste... hoeveel damage doet ze eigenlijk? Ongeveer 100. Ze doet, ja, 96 damage. Puur omdat we ten eerste een heel duur deck hebben. Dus we moeten het hebben van één grote push. En ten tweede, als ik bijvoorbeeld een minus gebruikte, dan kwamen er weer nieuwe hogs. En dat wil je gewoon niet hebben. Oké, er komt nu dus de Lavond. En hij heeft Golem. Even denken. Hoe gaan we dit doen? Ik denk eventjes... Ah, het arrows, hè? Nou ja, dan laten we nu even 3-3. Kom er met je arrows. Dan kunnen we ook doorheen sneaken met Skeleton Barrel als hij met zijn arrows komt. Hij komt niet meer met zijn arrows op een of andere manier, maar hij komt met zijn hawks. Dat is misschien nog wel slimmer zelfs. Slim ook dat hij met zijn golem komt, want ik heb nu gewoon niet een, een Teslaatje klaarstaan. En oei, deze counterpush wordt echt wel pijnlijk. Hopelijk kunnen we snel met de Lavon ervoor komen. Ja, dat kunnen we. Maar nu hebben we ook nog rode hawks op onze broek. Dan gaat hij dit waarschijnlijk arrowen. Hopelijk is hij te laat voordat die E-Barb dood is. Let's go. Dan, ja, dit wordt een pittig potje. Maar ik denk dat we hem wel kunnen hebben. We doen even de prinses hier hoog. Dan zijn daar zijn arrows. Die hebben we net ontweken met de prinses. Dus dat is super nice. Komen we hier even met de executioner. Hopelijk kunnen we daar wat damage mee verrichten. Ja, we hebben niet echt veel om mee te damagen. Dus dat is wel een beetje vervelend. Kom ik nu even met mijn musketier en doe ik de Tesla hier in het midden. Voor die baby draak. Let's go. Die is neer. Nice. Dan hebben we dit prima verdedigd. Dan kunnen we denk ik eventjes met een Skeleton Barrel komen. En een hoge prinses. Hopelijk kunnen we een hit doen. Want dan is het genoeg. Let's go. We hebben dit potje gewonnen. We hebben namelijk ook de Rocket. Nice. En dan hebben we dit potje dus gewonnen. Hebben we heel veel potjes gewonnen. Eigenlijk elk potje gewonnen. Ben ik heel erg tevreden mee. Willen jullie nou meer Clash Royale video's? Laat die like achter. Laat ook even achter in de comments. Wat jullie nou eigenlijk vinden van die Mother Witch. Ik vind het echt een van de beste kaarten ooit uitgekomen als nieuwe kaart. Als nieuwe kaart op Clash Royale. Jongens, ik hoop dat jullie de video even kijken. Zien we de volgende video en tot dan mensen.